Een verkeerd sms'je en je bent een miljoen euro kwijt. Het overkwam een man in het noorden van Nederland. Slimme cybercriminelen gingen er met een flinke buit vandoor. En bij mij in de studio staat tech-expert Raymond Mens van Want.nl. Raymond, welkom. Wat is er nou gebeurd? Wat is nou het proces bij zo'n sms'je? Ja, je krijgt dus een sms'je waarin staat dat je pas verloopt van je bank... of dat je even moet inloggen om een nieuwe beveiligingscode te activeren. En daarbij kom je niet op de site van de bank uit via de link. Nee. Maar kom je uit op een site die al je gegevens, dus je gebruikersnaam, je wachtwoord... en ook nog als je zo'n reader hebt, je code van die reader afvangt. Ja. Daardoor kunnen criminelen op jouw echte bankaccount inloggen met die gegevens die opgeslagen worden. Ja, dus je komt op een nep-website, ja, als het ware. Die helemaal is nagemaakt, lijkt net de echte site van de bank... Met verschil, hij slaat al je gegevens op en die gebruiken criminelen vervolgens om jouw geld ervan nog te maken. In dit geval 1 miljoen euro. Ja, is dat een record? Ja, dat is voor Nederland een record. En ze hebben het ook in 136 keer gedaan. Dus ze hebben katvangers, of geldezels heet dat dan tegenwoordig, ja, hebben ze gebruikt. 136 verschillende rekeningen hebben ze dus de stukjes geld die samen 1 miljoen worden naar overgemaakt. Ja, want stel je voor dat het allemaal continu naar één rekening overgeboekt zou worden. Zou er een soort signaal afgaan? Hoe moet ik dat zien? De meeste banken hebben, als je alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord hebt... dan mag je maar een x-bedrag overmaken voordat je moet bevestigen, ja, met een bankcode of met zo'n reader. Nou, waarschijnlijk hebben die criminelen gezien... oh, we blijven onder een bedrag waar je niet hoeft te bevestigen. En we maken dat naar allemaal verschillende rekeningen over. Zodat het is ook nog in de middernacht gedaan, ja, de nacht, zodat het allemaal verschillende bedragen lijken... en verschillende transacties die niet die extra beveiliging... triggeren. En dat is heel slim gedaan. Ja, er is gebruik gemaakt van geldezels. Daar wil ik je ook van alles over vragen. Maar voordat je dat vraagt, wil ik... Dit is de eigen fout van iemand geweest. Ja. Is dit geld nou verzekerd? Nee, banken hebben wel een coulanceregeling. Ja? Waarbij ze vaak kleinere bedragen wel terugstochten. Maar ik vraag me af of coulance nog voor 1 miljoen euro geldt. Jeetje. Geldezels. Waar komt die term vandaan? Ja, vroeger heetten ze katvangers. Die werden dan onder andere gebruikt om hun adres of hun naam en een rekening beschikbaar te stellen. Nou, in dit geval zijn het dus geldezels. Ja. Waarschijnlijk naïeve jongeren die ergens hebben gezien... wil je snel geld verdienen en ben je 18 plus? Stel ons je rekening en je bankpasje even beschikbaar. En we boeken een bedrag over, moeten we even kwijt. En je houdt zelf 1000 euro over. Ja. En het... Het bijzondere is, als je op Instagram zoekt naar geld verdienen of snel geld... dan krijg je tientallen van die accounts die allemaal dit soort mensen lopen te hosselen. Ja, en krijg je er ook een beloning voor als je dat doet? Die Instagram-accounts, ik heb er even een paar bekeken... die beloven, ja, allemaal dat je 1000 euro krijgt per transactie. Dus ja, dat een gemiddelde jongere die wat cash wil... en die op Instagram in zijn feed zoiets voorbij ziet komen... die denkt wel, oh, dat wil ik wel. Ja, dus er wordt gebruik gemaakt van naïeve jongeren, ja, die bereid zijn of geld. Of ik hoor ook wel eens situaties dat iemand verliefd is geworden op iemand. Ja. En die jongen vraagt van, goh, kan ik je bankrekening ergens, ja, voor gebruiken? Die trappen daarin. Ja, ja, het OM zei in deze zaak dat vooral actief is gebruikt van gebruikers gemaakt van Instagram om geldezels te regelen. Ongelooflijk. Als je nou je rekening misbruikt, wat zijn dan de consequenties? Laat misbruiken. Waarschijnlijk kom je op een zwarte lijst bij banken te staan. Dus je hebt meegewerkt aan een malafide criminele transactie. Je hebt dat, ja, gefaciliteerd. En daardoor kom je op een zwarte lijst bij banken te staan. Kun je geen rekening meer openen. Kun, nee, je waarschijnlijk ook geen hypotheek meer krijgen. Een lening. Al is het een smartphone-abonnement, is ook een lening. Wordt heel lastig. Dus daardoor kom je echt wel op een lijst te staan bij banken... dat ze echt niks meer met je te maken willen hebben. Nee, en gaat dat ook echt lang door? Duurt dat ook jaren voordat je misschien weer een herkansing krijgt? Nou, ik heb het zelf gelukkig niet meegemaakt. Maar ik ken inderdaad wel een aantal gevallen waarvan is gebleken... dat gewoon 2 jaar lang, die waren dan nog kinderen, net 18, 19... Ja. Dat die 2 jaar lang inderdaad op een zwarte lijst hebben staan. En pas na 2 jaar geen activiteit... hebben ze dan weer bij een bank toegang kunnen krijgen tot een normale rekening. Maar ook bijvoorbeeld geen spaarrekening. Nee, 2 jaar lang, dat is gewoon, dan besta je eigenlijk helemaal in financiële, nee, zin niet. Het gaat nu dus om 1 miljoen euro. Heb jij enig idee hoe groot de omvang van deze tactiek is? Hoeveel slachtoffers hiervan zijn? Dat is niet te zeggen, omdat heel veel mensen het ook voor zichzelf houden, denk ik. Hè? Vaak zie je dat dit soort bedragen of dit soort zaken om kleine bedragen gaan. 100, 200 euro wat afgeboekt wordt. Ja. Daarna ziet iemand het en verandert hij meteen zijn wachtwoord. En heel veel mensen zullen dat discreet met de bank afhandelen. Ja. Maar deze grote zaak is wel echt de enige die tot 1 miljoen is gegaan. Ja, want de pakkans, als jij je rekening laat misbruiken... Ja, een rekening is gewoon een unieke code. Ze, ja, weten aan wie het gelinkt is. Ja. Je wordt altijd gepakt. Ja, als geldezel wel. Maar ja, ja, als geldezel ga je natuurlijk pinnen en het aan iemand overdragen. En dan is het geld, ja, in het zwarte circuit verdwenen. Dus de geldezels draaien er uiteindelijk voorop. Maar ja, de crimineel achter de geldezels, ja, daar is de pakkans niet zo groot van.
Nee. Hey, Raymond, zijn dit Nederlanders die dit doen? Zijn dit mensen die internationaal opereren? Weet je daar iets over? Je ziet vaak dat het een soort van, hoe heet dat, een franchise is. Ja? Dat er een grote bende is die weer met verschillende haast franchise-nemers, dus pionnen binnen landen werkt. Die verkopen hun kennis als het ware door. Ja, en die pionnen in landen kennen de lokale economie goed en de lokale banken. En die kunnen ook zo'n website maken die heel erg lijkt op het origineel. Want vroeger had je ook wel eens van die sms-e-mails. Dus die waren in slecht Engels of slecht Nederlands. Ja. Maar tegenwoordig wordt er een heel netwerk gebruikt eigenlijk van één centrale die meerdere mannetjes per land aanstuurt. En die hebben dan vaak ook weer zo'n rondslaag die geldezels regelt. Dus uiteindelijk ga je zeker 3 schakels terug tot een groter internationaal netwerk. Ja, en nu de hamvraag, Raymond. Dat is, hoe kunnen we dit voorkomen? Boerenverstand is het sowieso. Nu helpt het ook niet dat mensen tegenwoordig steeds meer op een smartphone doen. Want op je smartphone zie je vaak de link niet heel goed bovenaan. Nee. Dus mijn advies is altijd, zo'n slotje wat je vroeger werd geadviseerd, kijk of het een slotje heeft in je adresbalk. Ja, dat zegt ook eigenlijk niet heel veel meer, want zo'n slotje is voor iedereen eigenlijk... Voor je URL. Ja. Zo'n slotje is voor bijna iedereen wel te krijgen. Al is het gratis of met een betaling van een tientje aan een webhoster. Dus dat is ook geen garantie meer. Nee. Dus klik altijd op de link, dat je de volledige link ziet, niet alleen het begin... het begindeel van de link. Nee. En kijk daarnaar. En mijn advies zou ook zijn, handel niet meteen vanaf je mobiel. Maar ga rustig achter je computer zitten of je tablet. Log zelf in bij de bank en kijk dan of je die melding ook krijgt. En zo niet, gewoon verwijderen. En als het gaat om Instagram verdienmodellen, if it's too good to be true, it ain't. Trap er niet in, noemen ze dat. Inderdaad, ja. Hey, Raymond Mens van Wand.nl, dankjewel. Dankjewel.